We zijn hier op het Vocational Training Center, dus VTC-terrein. En je ziet hier aan de beelden dat er al behoorlijk gebouwd wordt. De grove contouren van VTC zijn hier al te zien. Op dit moment wordt er druk met beton gewerkt. Er komt geen betonmolen aan te pas. Alles gaat met de hand. Stenen worden gemengd met zand en daar komt weer cement bij. En dan lopen ze met hun blote voeten ook gewoon nog een keer doorheen. Vervolgens scheppen ze dat in de kruiwagens en dat wordt allemaal met menskracht wordt dat dan ter plaatse gebracht en daar wordt het dan gestort en moet het hard worden. Hetzelfde geldt ook voor de stenen. De stenen komen niet van een steenfabriek in de buurt zoals wij dat gewend zijn en worden dan netjes hier afgeleverd. Nee, die worden hier zelf uit termietengrond worden die gevormd, zeg maar. Dat proces hebben we ook op beeld al laten zien. En dan worden ze daarna 14 dagen te drogen gelegd. Daarna zijn ze klaar en hard genoeg om gebruikt te worden om met cement natuurlijk verwerkt te worden tot muren. En daar zie je hier op dit moment alle voorbeelden van. Dat gebeurt allemaal met materialen die hier uit de buurt komen, met mensen die hier uit de buurt komen. Overal wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk sustainable, duurzame spullen. Niks wordt ook weggegooid, zoveel mogelijk ook het materiaal wat gebruikt is en wat toch dan als afval achterblijft. Ook daar wordt nog een bestemming voor gezocht, zodat er eigenlijk niks verloren gaat. Ook een beetje kredel-to-kredel principe zit daarachter. We zien zoveel jongeren die hier vooral uitvallen, dat hebben we deze week ook gezien. En zowel dus om zelf ook dingen te kunnen herstellen, maar ook om te kunnen maken en ook om de jongeren een toekomst te bieden, is zo langzamerhand, ik denk vanaf 2006 en zo, gezegd van nou, we moeten toch richting een school gaan. Ook omdat in dit hele gebied van 90.000 inwoners en 8.000 vierkante kilometer geen enkele technische school met geaccrediteerde opleiding, want we willen wel geaccrediteerde opleidingen, aanwezig is. Het idee is eigenlijk gegroeid en vooral samen met mijn man, die eigenlijk totaal twee linkerhanden heeft, maar wel ziet van wat er hier allemaal af en toe niet werkt en ook zag van we hebben hier gewoon vaklui nodig. En nou, we zijn gewoon heel blij dat we hebben een jaar hebben we aan fondsenwerving gedaan voor deze eerste fase. En in november hebben we een start gemaakt. Dus, Voor die eerste bouw wat we nu zien is al 170.000 euro voor bij elkaar gebracht. Maar daarmee zijn we nog niet. Nee, daarmee zijn we er dus nog lang niet. Hè. We hebben ook een berekening gemaakt van wat we dus aan gelden of van fondsen nodig hebben om alle duurzaamheidsaspecten, zoals die ook door de studenten van de Hogeschool Zuid van bouwkunde dus aangegeven zijn, om die te verwerken. En
Deze twee gebouwen die je hier ziet zijn eigenlijk de enige gebouwen die een golfplaten hebben dus als dak. De andere gebouwen zullen allemaal, die zijn ook opgebouwd met houten constructies. Vanaf de plaats waar de substructure, dus zoals we dat hier noemen, gebouwd is, vanaf die meter hoogte wordt het verder hout. En die meter hoogte is nodig om de termieten tegen te gaan. Nou, deze twee gebouwen moesten we dus wel met golfplaten doen, omdat we daar de solarpanelen op gaan zetten. Het zal niet genoeg zijn. Hier tussendoor komt ook nog het restaurant. En dat zal dus ook voorzien worden van solarpanelen. Nou, dat is al een heel groot bedrag. We hebben berekend dat wij Hogeschool Zuid ook dat wil leveren. En we hopen dat lukt. Dat dat 70.000 euro gaat kosten. En Wilde Ganzen doet er dan weer 55% bij. Zonnepanelen, dat is concreet iets om de elektriciteit hier op te... Want er is nu geen elektriciteit hier, hè? Hier is geen elektriciteit. Dus we zeggen ook van Zambia is een land waar de zon de belangrijkste bron is om energie op te wekken. En we denken ook van, we moeten gewoon met zonne-energie beginnen en hier helemaal geen elektrische leidingen gaan. In ieder geval geen aansluiting hebben met... Zesco, de grootste elektriciteitsmaatschappij, zodat we altijd zelfvoorzienend zijn. Dat zal een hele grote groep zijn die dus hier de mogelijkheden krijgen om een cursus te volgen. Dus waarbij ze in ieder geval een geaccrediteerde cursus volgen, een certificaat krijgen. Nou, dan kunnen ze verder zich ontwikkelen, want dat is wel het systeem in Zambia. Dus eigenlijk zoals bij ons, hè, van MBO of zelfs van VMBO naar MBO naar HBO. Dus het TVETA, dat is het accreditatieorgaan, die heeft ook zo'n systeem zodat jongeren die dan een bepaald certificaat gekregen hebben, door kunnen gaan naar een diploma en zelfs verder kunnen gaan. Maar we hebben gezien dat er heel veel dorpjes nog heel ver af liggen. Wat kun je die kinderen bieden? Ja. Nou, dit is dus een school met een boarding. Dus we hebben een internaat. Het internaatgebouw is een jongensinternaat en een meisjesinternaat. We starten met 160 leerlingen, waarvan we 80 in internaatsverband willen. Het probleem zal natuurlijk altijd financiën zijn. Maar we hebben intussen ook wel geleerd dat de Zambianen best wel wat voor onderwijs uit willen geven. Als je ziet van ook de jongeren die jullie ook gesproken hebben, die dan... waarvan er dan twee kunnen gaan studeren en de andere niet, maar die anderen liggen wel krom om de anderen, dus hun zusjes of broers, de mogelijkheid te geven om te gaan studeren. Dus wat wij vooral geleerd hebben de laatste jaren is van dat ze leningen afsluiten bij ons en dat er een soort bonding system is van dat wanneer ze klaar zijn en ze een baan hebben, dat ze of voor de stichting moeten gaan werken of dat ze een bepaald percentage terug moeten betalen die dan weer gebruikt kunnen worden voor andere leerlingen. Ja.